Bij een frameshift-mutatie verandert het leesraam van de codons in het mesrna. Een frameshift-mutatie kan ontstaan door een insertie of een deletie in het DNA. Bij een insertie wordt één extra basispaar ingevoegd in het DNA. En bij een deletie wordt één basispaar verwijderd uit het DNA. Stel nu dat er een deletie optreedt op deze plek in het DNA. Dus het basispaar AT valt in zijn geheel weg. En het gevolg hiervan is dat in het mesrna deze A wegvalt in de basenvolgorde. Nou, alle bazen achter de deletie schuiven nu één plaatje op. De frameshiftmutatie mutatie heeft grote gevolgen voor de aminozuurvolgorde van het eiwit. Dat komt doordat in het mes-RNA alle codons na de deletie helemaal anders zijn geworden. Hierdoor verandert dus de aminozuurvolgorde van proline, terosine en alanine naar cystine, methionine, histidine en arginine. Het eiwit achter de deletie is dus helemaal anders dan voorheen.